20 januari jongsleden heeft de SPA, de Surinaamse Partij van de Arbeid, een doorstart gemaakt. Tijdens deze openjarige vergadering en feest heeft de partij zich op het standpunt gesteld dat die factor arbeid niet buiten het machtscentrum van 2025 buiten mag blijven. En vanavond in deze aflevering van Achter het Nieuws hebben ze een van hun jongste crews gestuurd naar de STVS om deze boodschap te verduidelijken. Met LD Jones gaan wij vanavond praten over de nieuwe visie van de SPA. Meneer Jones, goedenavond en welkom. Goedenavond meneer Hiwat, goedenavond kijkers. Ja, ik heb in mijn aankondiging aangegeven dat tijdens die openjari van 20 januari, het was ook een feestvergadering, hebben jullie als SPA de nieuwe visie gepresenteerd aan jullie leden en ook aan het volk van Suriname. En de hoofdmoot van deze visie is dat die factor arbeid niet buiten het machtscentrum mag blijven na de verkiezingen van 2025. Waarom heeft de partij zich op dit standpunt gesteld? Nou, zoals alom bekend is arbeid de belangrijkste factor als je een land wil ontwikkelen. En daarmee bedoelen we niet, daar wil ik ook gebruik maken van de gelegenheid om even een zeg maar een zaak dat toch wel in onze optiek een misvatting is in de samenleving, om dat even te verduidelijken. Wanneer we praten over de SPA en arbeid, dan bedoelen we niet alleen de vakbeweging. Want vaak genoeg krijg je wat zo'n indruk gewekt van SPA vakbeweging. Dus de vakbeweging is een heel belangrijke wortel van de SPA, dat is een gegeven. Maar de SPA als politieke partij is veel meer dan dat. En waarom we zeggen dat factor arbeid erbij moet zijn, nou, dus dan sluit het aan op wat ik zei. Arbeid is de belangrijkste pilaar voor ontwikkeling. En wat bedoel ik daarmee? Als je dus alles wat je gaat doen, dus ieder vooruitgang die je wil bereiken, moet via arbeid geschieden. Toch, mensen moeten ingezet worden, noem maar op, et cetera. En dit is een periode, meer dan ooit, toch, want we staan op het punt om flink wat inkomsten, dus als land wat inkomsten te gaan verdienen. Mm-hmm. Dit is meer dan ooit een punt om als partij nog harder het standpunt te stellen. Want het is een standpunt die we altijd hebben. Mm-hmm. Maar nu gaan we het nog harder, nog agressiever brengen aan het volk. Dat factor arbeid centraal gehouden moet worden. Toch? De mensen die gaan werken in de verschillende sectoren moeten een evenredige stuk van die koek krijgen. Het moet niet zo zijn dat alles gaat richting een groepje of een dus family and friends en dergelijke. Want wat bereik je daarmee? Als een ieder comfortabel is, want als mensen uiteindelijk is dat hetgeen we allemaal naar streven, willen we zo comfortabel mogelijk leven hebben. En als ieder Surinamer comfortabel is, gaat dat juist een effect hebben voor de, dus een dusdanig effect hebben dat onze ontwikkeling alleen maar sneller gaat geschieden. Dus je creëert als het ware een vicieuze cirkel. Mm. Je investeert in de mensen waarvan je weet, zij moeten het arbeid verrichten zodat Suriname vooruit kan komen. Doordat je in ze investeert, ze leiden geen honger, ze hoeven niet de hele dag te denken van boy, de zon komt op, hoe ga ik vandaag eten, dus ze zijn comfortabel. Dan kunnen ze beter hun potentie benutten. Dan kunnen ze beter arbeid leveren, waardoor het uiteindelijk ons allemaal beter uitkomt. En ja, dat willen we uiteindelijk als partij. En daarom vinden we het heel belangrijk dat arbeid centraal gesteld moet worden. En dat is een van onze hoofddoelen. Dus het factor arbeid, de werkende mens, moet centraal gesteld worden. En ja, ik zei het al, waar we nu gaan, dus is waarvoor we staan, dan kunnen we het niet aan het toeval overlaten om
uiteindelijk niet tenminste te zeggen van ja, we hebben ons best gedaan, want uiteindelijk is dat het volk die gaat bepalen of ze ons verhaal, dus dat wat we gaan aangeven wat we willen doen, of ze daarmee meegaan of niet. En als dat niet het geval is, dan moeten we de keuze van het volk respecteren. En deze opmerking werd ook gemaakt richting de opkomende gas- en oliesector. Want daar gaan we heel veel middelen verdienen. Ja. Dus daarom hebben jullie ook aangegeven dat met het oog op deze industrie moeten we de arbeiders vooral in feite die plek geven die ze verdienen. Laten we focussen op gas- en oliesector. Wat kunnen de arbeiders binnen die sector verwachten? Want de grote maatschappijen, zij gaan dat groot kapitaal verdienen, ook de regering. En meestal als we die balans opmaken, dan kunnen we ventileren dat de vrouwen en mannen die arbeid verrichten in feite heel weinig overhouden. Wat gaat precies gebeuren voor die groep? Ja, dus even weer een beetje een verduidelijking. Dus wanneer we praten over arbeid, gasindustrie als specifiek voorbeeld genoemd, dan hebben we het niet specifiek, dus alleen over de personen die gaan werken daar zo. Ja. Want om arbeid te verrichten, dus dat proces begint in principe al bij dus op de schoolbanken. Ja. Toch? Dus al het geld dat uit die sector gaat komen, ga je dusdanig moeten allokeren dat je gezondheidszorg optimaal is, dat je onderwijsproces ook optimaal functioneert, dat ook je veiligheid in je land, dus dat al die zaken goed draaien, zodat wat ik al eerder zei, zodat alle mensen, want uiteindelijk, om een beetje specifiek in te gaan op wat u, dus het voorbeeld dat u noemde, de persoon die onder andere gaat werken bij die gas, dus binnen die sector, als hij thuis komt, gezondheidszorg, picobello, en dus heeft vrouw en kinderen, want ook een huisvrouw draagt behoorlijk bij aan dat proces. Want je komt thuis, of een huisman ook, want het is niet alleen, het zijn niet alleen vrouwen die thuis blijven. Maar feit is, je komt thuis, doordat dus de situatie in het land dusdanig is dat je zeg maar aan je trekken kan komen, dan kan je een betere bijdrage leveren. Dus een betere ondersteuning geven aan je partner, zodat die de volgende dag weer vroeg kan opstaan om vervolgens weer bij te dragen, zodat het land nog meer kan verdienen. Ja. Hetzelfde ook ons onderwijssysteem. De kinderen moeten naar school, ze moeten kennis opdoen, zodat zij op den duur ook in hetzelfde proces komen. Dus het is niet alleen, we hebben niet alleen dat we specifiek voor die sector alleen iets gaan doen, maar het is in zijn totaliteit. Ja, oké, dat is duidelijk. Sinds 1987 zijn jullie in de politiek of is de partij opgericht. En als ik kijk van 87 tot 2020 heeft de partij ongeveer in totaal 11 zetels behaald. En dat standpunt dat is geponeerd 20 januari is een standpunt dat sedert 87 inherent is binnen die partij. Kunnen we concluderen dat die boodschap de kiezers niet heeft bereikt? Want jullie bestaan 37 jaar, maar in 87 hadden jullie 2704 stemmen. En in 2020 zijn jullie geëindigd met 922 stemmen. Ja. Een behoorlijke daling. Is die boodschap goed overgekomen bij vooral de arbeiders? Ja, dus op basis van dus die informatie, dus die data, dan kan je wel de conclusie trekken dat we beter ons best moeten doen op het gebied van brengen van boodschap. Want het is dan overduidelijk dat de boodschap niet over is gekomen. Want het is een boodschap waarvan we wel zeker zijn dat
als we het goed naar de man brengen, dus effectief, dat het wel heel veel geloof met zich mee zou brengen. Dus de dus enige conclusie dat je dan kan trekken daaruit, is dat de boodschap niet goed over is gekomen. En wat dat betreft moeten we dan naar onszelf kijken, en dat doen we ook. We proberen steeds beter te zijn, een beetje het PDCA-cyclus te passen, dus plan, do, check, act. En als je ziet van, hey, het heeft zo niet gewerkt, dan ga je dan een beetje aanpassen. Maar de hoofddoelen van de partij, die blijven nog steeds recht overeen. Ja. Toch? We weten, we gaan naar Rome. Je kan, als je ziet van, hey, met de fiets proberen te gaan, lukt niet. Dan kan je altijd kijken, een vliegtuig misschien de boot en zo. Toch? Dus ja, je kan die conclusie trekken. Mm-hmm. Dus het is aan ons om dan nog agressiever onze boodschap te brengen. En trouwens, dat zei ik ook al, is ook een beetje de bedoeling, de komende verkiezing, dat de SPA zich dus agressiever van zich zal laten horen. Mm. En ja, dan is het volk die uiteindelijk dan gaat bepalen. Ja, in 1991 hadden jullie mede verantwoordelijkheid voor wat betreft regeermacht. Weer in 2000 en weer in 2005 onder leiding van Siegfried Gils en de twee voorgaande keren onder leiding van Fred Derby. Hoe heeft SPA toen het verschil gemaakt? Want jullie gingen voor die arbeidsklasse en toen hebben jullie in 2000 hadden jullie 4 zetels. Dat was het verkiezingsjaar waar jullie de meeste zetels naar binnen hebben gehaald. Hoe hebben jullie toen dat verschil gemaakt? Oké. Dus zoals u eerder aangaf, ik ben een van de jongeren binnen de partij. Maar natuurlijk, we hebben iedere dinsdagavond vergaderingen waarbij we ook over dit soort zaken praten. Want het is ook belangrijk om dat mee te nemen van oké. Wat is het effect die we hebben gehad toen? Hoe vertaalt dat zich naar vandaag en dergelijke? En een van de dingen dat toch wel opvalt, is dat, en het is niet zozeer een sneer aan de regering, mm-hmm. Het is, want het presteren van de regering, dat is, dus het beoordelen daarvan is voor het volk. Maar als we kijken naar samenwerken bijvoorbeeld, dan zie je toch wel dat met de SPA erbij, het toch wel, dus het was een samenwerking om naar huis over te schrijven. Ja. Want de huidige, dan soms, je kijkt en je denkt van, oké, is dit wel een samenwerking? Kijk, je kan zo nu en dan wat meningsverschillen hebben, maar dat is voor de achterkamer. Toch? En je ziet toch wel keer op keer dat het bij de huidige regering toch wel, ja, blijkbaar kiezen zij ervoor om het zo te doen. Maar dat is wel sowieso één punt dat, dus dat onderstreept kan worden. Dat met SPA erbij je toch wel een ander milieu zag. Toch? Ondanks we niet in een positie waren, dus al die keren. En dit heb ik me ook laten informeren, want nogmaals, ik was niet toen erbij. Maar we waren niet in een positie waarbij we, om het maar zo te zeggen, op tafel konden slaan. Dat je mening wordt gehoord en zo. Maar toch werd er naar ons geluisterd. Ja. Wanneer we adviezen gaven, al onze adviezen werden geaccepteerd. Toch? Voor zover ik me heb laten vertellen. Trouwens, als je ook kijkt naar hoe die periodes zich hebben voltooid, waren periodes waarbij Suriname toch wel een opwaartse trend vertoonde. Want op een gegeven moment belanden we in een positie waar we een koers hadden van 2,8. En ja, als je dan ook even terugkijkt naar al die samenwerkingen die daarna erbij zijn gekomen, één factor zie je wel, en dat is SPA niet erbij. Ja. Toch? Dat durf je wel te concluderen van oké, onze aanwezigheid heeft wel dat effect teweeggebracht. Dat is een conclusie die je kan treffen. Maar natuurlijk, we gaan niet doen alsof we de wijsheid in pak hebben opvallen, maar het neigt wel in die richting te gaan. Ja, dus in feite, jullie kunnen wel dat verschil maken als jullie in een coalitie zitten. Dat hebben we bewezen. Ja, en jullie gaan richting de verkiezingen. We hebben een nieuw verkiezingsstelsel, dat is de landelijke EV. Ja. We zien ook dat de zetels die zijn behaald,
zijn behaald waarbij jullie in combinatie verband de verkiezingen waren ingegaan. In 2015 en 20 neem ik aan dat jullie alleen de verkiezingen zijn ingegaan. Ja. En daar hebben jullie 0 zetels gehad van de 51 zetels. Zien jullie meer kansen voor wat betreft landelijke EV? Want jullie gaan toch, neem ik aan dat jullie misschien alleen weer de verkiezingen zullen ingaan. Om een beetje van achterna naar voren te antwoorden. Ten aanzien van het alleen de verkiezingen ingaan. Dus daarover hebben we nog geen standpunt ingenomen. Toch, want hoe je het ook keert of draait, alleen doen, dus we gaan het niet alleen kunnen doen. Dat is, voor Vlaanderen niet zeggen dat we het niet alleen gaan kunnen doen. Maar samenwerken is toch wel een factor die je in je achterhoofd moet houden. Ja. Toch, dus we hebben dat niet uitgesloten. Maar kunt u misschien even weer het voorste gedeelte van ja, dus ik zei, als we kijken naar verkiezingswinst van SVA, dan zien we dat 91 hadden jullie zetels behaald. Ja. Daarna 96, 2000 en 2005. Maar het waren winsten die zijn behaald door middel van combinatie. En die vroeg? En in 2015, 2020 zijn jullie alleen de verkiezingen ingegaan. Ja, toch? 2015 niet. Niet toch? Ook in 87 en 2020. Oké, alleen. Toch? En op deze momenten hebben jullie 0 zetels gehaald. Nu gaan we richting landelijke EV. Ja. Toch? Gaan jullie het kunnen bewijzen dat jullie uit eigen kracht toch zetels kunnen behalen? Ja, dus of het nou, dus ongeacht het systeem, de opdracht is hetzelfde. Mm-hmm. We moeten onze boodschap brengen aan het volk. En ja, dus beide systemen hebben zo hun voor- en nadelen. Maar het is nog steeds onze missie, van welk systeem dan ook, de boodschap moeten we aan het volk brengen. Ja. En het is ons streven om maximale eruit te halen. Ja. We, jullie willen sowieso verkiezingswinst binnenhalen. Zetels moeten binnenkomen. Naast dat standpunt dat die factor arbeid niet erbuiten, niet buiten mag blijven, wat zijn de andere belangrijke aspecten waarop jullie gaan focussen richting de verkiezingen? Want er moeten fundamentele veranderingen plaatsvinden binnen Suriname. Kunt u nog enkele opnoemen? Ja, natuurlijk. Het factor arbeid, daarvoor zijn we bekend. Ja. Maar de partij heeft 3 hoofddoelen die we hoog houden. En ik zei eerder, we gaan naar Rome, onze pad daartoe kan veranderen. Mm-hmm. En met Rome bedoel ik het bereiken van van die 3 hoofddoelen. En die zijn 1, dus de werkende mensen, de arbeidende mensen centraal houden, is 1 van onze doelen. Een ander doel is alles op alles te doen om onze soevereine, democratische status, om het maar zo te noemen, om dat in stand te houden en het te verdedigen. Ja. Verder ook ervoor te zorgen dat er heel veel, dat er rechtvaardigheid heerst en natuurlijk vrede. Want in onrust ga je, dus arbeid is belangrijk, ja, maar als er onrust is, is er geen ruimte daartoe. Dus dat is een verstoring dus van dat proces. Dus dat willen we ook niet. En u zei, we zitten met een heleboel uitdagingen en zo. Dat is waar. En de meeste van die uitdagingen raken eigenlijk ook een beetje die 2 genoemde zaken. Dus de meeste van die uitdagingen kan je eigenlijk ook daaronder plaatsen. En wij geloven dat zodra wij dit hoog houden, en we gaan ervoor dat we dat geen enkele uitdaging zeg maar moeilijk te overbruggen zal zijn voor ons. Ja, voor wat betreft corruptie, eigenlijk de afgelopen 20 jaar scoren we heel slecht voor wat betreft corruptie. We kennen de standpunten van Fred Derby-Weyland
ook de standpunten van Gilts en Gino Kastelen voor wat betreft corruptie. Hoe denken jullie, want jullie zijn nog onder leiding van de heer Kastelen, hoe denken jullie anno 2024 die boodschap te brengen naar de kiezers dat jullie in feite een einde gaan proberen te brengen voor wat betreft corruptie? Want dat is wel een waterhoofd. Ja. Nou, ik vind het mooi dat u het zo hebt benadrukt. Dus proberen, want in alles wat we doen, je gaat proberen. Toch? Want je kan een bepaalde situatie zien en je denkt van, oh, zo is het. En wanneer je eenmaal dichtbij staat, dan zie je van, nee, het is toch wel meer en zo. En dat je een bepaalde plan in mind van, hey, ik zou het zo aanpakken, dan ben je toch een beetje dus genoodzaakt om het aan te passen. Met als gevolg dat je misschien minder tijd hebt en zo, en je komt er niet aan toe. Maar ten aanzien van het corruptiegedeelte, het is een aspect die we ook behoorlijk bediscussiëren binnen de partij. Kijk, een van de zaken die boven water komt, dus een simpele handeling, die heel veel corruptie uit de wereld of uit Suriname zou helpen, is meer transparantie. Toch? Nu heb je een bepaalde zaak doet zich voor. En omdat het maar een paar ogen zijn die bepaalde dingen kunnen zien, dan gaan er een heleboel. Dus de zaak kan dan totaal zijn eigen leven gaan leiden. Het overheidsapparaat of de overheid is per slot van rekening eigendom van het volk. Ja. Toch? Want de regering is in dienst van het parlement en het parlement is namens het volk. Dus in principe, als je zo naar kijkt, is het niet een onmogelijk oplossingsmodel om te zeggen van we gooien alles open. Of je natuurlijk niet alles, want je veiligheidsdiensten, geheime diensten en zo, bepaalde zaken ga je niet te bloot leggen. Maar dat het volk, en vooral via de media bijvoorbeeld, toegang heeft tot bepaalde informatie, waardoor het volk zichzelf ook kan overtuigen. Ja. Toch? Een ander aspect dat ook, hoe moet ik het zeggen, dat zichzelf aandraagt, is het feit dat je vaak hoort corruptie, maar er is dan geen follow-up. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken die onzekerheden creëren binnen het volk. Dus als het rechtsproces daar ook ons, dus een van onze doelen, dus de rechtvaardigheid gebeuren. Als iemand wordt beschuldigd dat hij dus iets verkeerd heeft gedaan, corruptieve handeling heeft gepleegd, of laat me het anders benaderen. We horen nu vaak, er is corruptie, dit en zo. Maar nadat dat alles is gegild, ga je nu horen, oké, we gaan een onderzoek laten instellen. Ja. Maar is het dan de vraag, je hebt al geschreeuwd corruptie. Dan ga je nu pas onderzoeken. Want in principe, als je zegt corruptie, wil zeggen het onderzoek is al gedaan, het heeft het bewezen en zo. Dus dat is ook niet rechtvaardig naar de persoon die beschuldigd wordt toe. Ja. Ik ga eigenlijk nu even gewoon in een cijfer, maar dat is ook een aspect dat ook erbij hoort. Dus wat ik hiermee probeer aan te geven, ook onze rechtsstaat moeten we beter, dus het werken van onze rechtsstaat moeten we beter tot zijn recht laten komen. Toch? Dat we niet dingen gaan gillen, terwijl het uiteindelijk het rechtsproces is, dat moet aangeven van hey, is iets verkeerd of niet. Want zoals ik eerder zei, jij kan een situatie zien en je denkt het is dat, terwijl je niet weet dat het een startje heeft. Daarvoor hebben we het justitieel systeem, daarvoor hebben we de rechter. En wanneer de rechter zegt het is corruptie, dan moet je wel een follow-up eraan geven. Duidelijk. Ja? Duidelijk, meneer L.G. Johnson. We pakken een break, dan vervolgen wij dit gesprek. Dit is nog steeds achter het nieuws van dinsdag 13 februari. Ja. En wij praten nog steeds met L.G. Johns. Ja. Hij is
lid van de Surinaamse Partij van de Arbeid. En hij is politicus in wording. En de partij heeft hem gestuurd naar de studio om uitleg te geven over hoe zij mede-regeerverantwoordelijkheid gaan verwerven na 2025 en wat ze in principe willen doen voor land en volk. Meneer Jones, jullie willen mede-regeerverantwoordelijkheid hebben na 2025, na de verkiezingen. Er zijn enkele fundamentele zaken die aangepakt moeten worden. Het standpunt van de partij is, die factor arbeid mag niet erbuiten, of mag niet buiten blijven. Als we kijken naar die factor arbeid, dan begint het bij onderwijs. Ja toch? Als we goed onderwijs kunnen bieden aan onze jongelui, ook aan volwassenen die willen doorstuderen, want je moet blijven studeren om je te ontwikkelen. Als we goed onderwijs kunnen aanbieden, dan kunnen we goede arbeidsplaatsen creëren en ook goede arbeiders hebben. En zo kunnen we onze productie verhogen. U heeft al gesproken waarom die factor arbeid belangrijk is. Maar dan gaan we eerst naar het eerste aspect dat gekoppeld moet zijn aan arbeid. Dat is onderwijs. Hoe gaan jullie dat proces van onderwijs zodanig reguleren? Want het lukt de regeringen tot nu toe niet om dat proces volledig ter hand te nemen voor die ontwikkeling van Suriname. Dan praten we nog niet naar die productie. Onderwijs, arbeid, productie. We komen straks op productie. Wat is de visie van SPA, SPA, voor wat betreft onderwijs voor Nieuwingen? Ja, een mooie vraag. Maar het komt toch weer op het aspect van het factor arbeid centraal stellen, dus de mens. Mm-hmm. En eigenlijk, dat is al het antwoord. Dus voor ons althans, de waardering die je de mensen binnen het onderwijs geeft, wat u noemt onderwijs, ja, ik vind de keten die u hebt uitgezet wel heel mooi. Dus de mensen, dus een van de dingen die we niet uit ogen moeten verliezen, is de mensen die binnen die sector werken, dat ze ten alle tijde, of overgrote deel van de tijd, ten alle tijde een tevreden gevoel moeten hebben. Mm-hmm. Zodat, zoals ik eerder zei, ze dan tot hun recht kunnen komen. Want als we kijken naar het onderwijsproces, systeem nu, het feit dat we zoveel kader verliezen, het feit dat, eigenlijk dat is al het belangrijkste aspect, dat geeft aan dat die sector in principe, ja, naar ons inzicht, dat het niet aantrekkelijk is, de mensen voelen zich niet dus comfortabel. Dus naar dat soort aspecten ga je moeten kijken. Dus het komt, dus al onze benaderingen komen steeds weer op factor mens, want het is de mens die arbeid moet gaan verrichten. Ja. Als je mensen tevreden zijn, als je mensen dus het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden, dat vooral, want een fout die vaak wordt gemaakt, is dat geld ervoor zorgt dat mensen blijven. Dat is niet helemaal waar. Er zijn ook onderzoekingen die dat hebben bewezen. Dat een medewerker kan kiezen voor een werk dat minder betaalt, boven één dat meer betaalt, simpelweg omdat werkmilieu veel prettiger is. Ja. Dus dat is echt een aspect die we nooit, dus die we niet uit ogen moeten verliezen. En als we zo kijken, dus even in herhaling te treden, het feit dat we zien dat zoveel kader wegtrekt, dus zoveel mensen, dat geeft je eigenlijk aan dat je eigenlijk het factor mens, ja, je stelt in principe niet centraal en daarvoor gaan wij. En niet alleen binnen het onderwijssector, ook gezondheidszorg, mm-hmm, ook onze veiligheid. Toch, want je kan een mooi systeem hebben waar mensen werken. En hoe je het ook keert of draait,
We zijn een democratische, constitutionele democratie. Maar we hebben nog steeds met mensen te maken. Daarbinnen zullen er mensen zijn die toch wel een ander model hoog houden. Toch? Niet democratische, want je hebt een heleboel daaronder. Mm-hmm. Maar laten we het horen op het niet-democratische. Dus ik wil het toch even benadrukken hoe belangrijk het is om te focussen op de factor mens. Ja, en dus als we focussen op die factor mens, dan wordt die factor of het wordt dan centraal, de mens wordt dan centraal, waardoor je in feite beter kan inspelen op de ontwikkelingsvisies. Ja. Ja, toch? En we hebben onderwijs genomen, even daar uitgelegd, als de mensen in feite niet tevreden zijn, gaan ze uit het land. Maar we hebben die factor mens ook nodig voor die productieontwikkeling. Want een van de meest besproken zaken is dat we kunnen een heel goede economie hebben, macro. Nu is IMF hier in Suriname. Ja. Je hoort dat de regering haar best heeft gedaan. Maar we moeten produceren. Alleen als we goed produceren, kunnen we onze economie stabieler maken. Waardoor onze munteenheid ook een stabiele munteenheid wordt. Ja. U zegt, die factor mens is essentieel voor de SPA, maar we hebben die factor ook nodig voor die productieontwikkeling. Wat is het verband met betrekking tot die visie van de SPA, mens en productieontwikkeling? Nee, dus het komt uiteindelijk toch op hetzelfde neer. Dus ook binnen de productiesector moet je mensen hebben die in een milieu werken waar ze tevreden zijn. Waardoor ze dan, zoals ik eerder zei, het beste van zichzelf kunnen tonen. Dus wie het ook keert of draait, dus maakt niet uit welke sector we kiezen, de mens moet centraal gesteld worden. Toch? Want de mens moet gaan arbeiden, zodat we kunnen produceren. Want nu ons bruto binnenlands product, ik weet niet of het voor dit jaar is of van vorig jaar, maar in ieder geval er is een groei van ongeveer 2% is aangegeven. Ja. Maar als je rondkijkt en ja, bruto binnenlands product is gekoppeld aan productie. Ja. We hebben geen, dus voor zover ons bekend, we hebben geen nieuwe productie dus als zodanig erbij gehaald. Dus hoe duurzaam is deze groei? Dus hoe je het ook keert of draait, je komt toch weer op het punt. Je moet de mens centraal stellen, welke sector dan ook. Dan wil ik toch even weer teruggaan op mijn vorig punt. Dus ik heb mijn denklijn weer even kunnen pakken. Ik wil het even hebben ook over de veiligheidssector. En daarmee bedoel ik de politie, het leger en dergelijke. Mm-hmm. Ik begon om te zeggen dat naast een constitutionele democratie er andere vormen van leden zijn, toch? En waarbij het meest ongewenste in ons optiek is anarchie. Ja. Toch? Dus regelloosheid. Maar om ervoor te zorgen dat je democratie in stand houdt, om je soevereiniteit te beschermen en dergelijke, heb je je leger nodig. Ja. Toch ook de mensen die daar zijn, moet je centraal stellen. Om ervoor te zorgen dat ook binnen het land mensen zich houden aan wet en regelgeving. Want in principe, de regels worden door mensen gemaakt. En we maken de regels omdat we ervan uitgaan van als we deze regels hebben, dat het ons allemaal goed komt. Maar er zullen natuurlijk mensen zijn die toch vinden dat ze die regels moeten breken, om het maar zo te zeggen. Dan heb je wel een sterk politieapparaat nodig, rechtssysteem,
ook weer waar mensen werken, die ook tevreden moeten zijn, zodat ze ook kunnen helpen om onze democratie in stand te houden. Toch? Dus nogmaals, hoe je het ook keert of draait, wij vinden je moet de mens centraal stellen. Toch? Want dat is de belangrijkste factor om een land tot ontwikkeling te brengen. Ja, sinds 2010 zijn jullie niet meer in de coalitie. Jullie hadden één zetel, jullie waren in de oppositie. 2015 buitenparlementair, 2020 buitenparlementair tot nu toe. De gemeenschap, het volk, heeft vanaf 2015 bitter weinig gehoord van de SPA. Na die splitsing van Marika en Kastelen, dan dacht men dat het klaar was met de SPA. Nu moeten jullie het volk, het vertrouwen, moeten jullie weer herwinnen. Herwinnen, ja. Toch? Laten we toch even teruggaan naar de tijd. Wat zijn de wapenfeiten geweest van de SPA? Nou, het... ja, moet ik het zeggen. Iedere coalitie waarbij we in de regering waren, hebben we leiding gegeven aan het ministerie van TCT. We hebben leiding gegeven voor, dus we hebben leiding gehad op ons haven. Ja, John de Vares. Onder meneer John de Vares. Dus ik moet even nadenken, want ik was toen nog niet erbij. Maar ja. Ja, het is wel informatie dat langs is gekomen. Ja. Maar onder onze leiding toen is dus zijn er het proces om ons haven te moderniseren, of ja, een behoorlijke facelift te geven, is onder de SPA gebeurd, onder de leiding van de SPA. Toch het beter ordenen van het vergunnen, busvergunningproces, is ook onder de leiding van de SPA geschied. Toch? Dus ja, zo on the top of my head kan ik niet alles listen. Maar er zijn wel een aantal. Er zijn zeker meer dan 30 punten. Ja, en dit heeft u vastgehouden. Ja. Maar jullie moeten de mensen zover krijgen om te gaan stemmen voor de SPA. Jullie moeten de mensen in feite iets geven waarop ze kunnen bouwen. De mens staat centraal binnen de visie van de SPA. Er is iets dat altijd wordt aangegeven, politiek en vakbond gaan niet samen. Maar een van onze grootste vakcentrales in Suriname, dat is C47, komt uit SPA. En C47 heeft de meeste vakbonden onder zich. Dus in feite mag het geen, het mag niet moeilijk zijn voor de SPA om die factor arbeid die al goed gehuisvest is bij C47 binnen te halen. Maar toch lukt het niet. Wat gaan jullie anders doen als nieuwe generatie? Oké, dan wil ik toch even weer, eigenlijk, ik zei het al eerder, dus ik wil toch even dat dus die twee zaken even benadrukken, de C47 en de SPA. De C47, daar zijn vakbonden aangesloten. Het rol van een vakbond is om op te komen voor de rechten van de werknemers. En zo nu en dan ook erop toe te zien dat de werknemer zich ook houdt aan hun plichten. En in dat proces gaat de vakbond onderhandelen met de werkgever om bepaalde zaken te bereiken en zo. Dat is zeg maar het hoofdlijn van de vakbond. De SPA, die is een entiteit apart, waarbij, dus de vakbond kijkt ook naar arbeiders, maar de SPA gaat toch een beetje breder dan dat. Wat wordt bereikt binnen de vakbond? Ja, of laat me het met een concreet voorbeeld aangeven. Stel, een vakbond gaat nu onderhandelen en ze realiseren of ze bereiken een verbetering, loonsverhoging van 30%. Maar de economie in het land is dusdanig slecht
dat binnen een jaar, dus het jaar daarop, onze inflatie 60% is. Mm-hmm. In principe is dat wat de werkers hebben gehad, niks. Wat kan gaan leiden tot onvrede en dat is wat we niet willen. Mm-hmm. En daar komt nou de SPA in. Dus daar ligt nou het verschil. De SPA die is erop uit om juist op het politiek niveau ervoor te zorgen dat onze economie goed is. Zodat wanneer die vakbond heeft onderhandeld en ze hebben dus die 30% bereikt, dat niet binnen een mum van tijd dat geld dusdanig is gedevalueerd dat die 30% niks betekent. Mm-hmm. Dus dat is wel een belangrijk verschil om vast te houden. Ten aanzien van het verband, yeah, vakbond en SPA, je zou verwachten dat het een, ja, dus dat je daar zo een hoe moet ik het zeggen? Dus aan de ene kant kom je op voor een grote groep mensen, en dat ze één op één voor je stemmen. Ja. Maar als dat niet gebeurt, dan moet je toch wel even gaan kijken van oké, maar waar ligt het nou? Ja. Toch? Dus en dat is ook een proces waarmee we al bezig zijn, van hoe komt het? Ja. Toch? Aan de andere kant, een aspect die we, ja, die ik toch wel kan noemen, is dat niet een ieder die bij de laat me het anders zeggen. Dus we gaan ook, dus ik zei het is een verwachting van ons, mm-hmm, maar we nemen ook niet één op één aan, mm-hmm, van omdat ik je help binnen de vakbondwereld, dat, ja, je per se bij me moet komen. Want het feit dat de vakbond weer een ander doel heeft, ja. En jij als individu ziet bijvoorbeeld jezelf beter terug in de idealen van een andere partij die zich beter heeft gepresenteerd, dan is het wel begrijpelijk dat je zo'n situatie krijgt. Dus daarin is nou precies het huiswerk voor ons, om dan te kijken hoe we die personen kunnen overtuigen van nee, wat ik hier zo bij SPA probeer te doen, is om dat wat je hier krijgt, zeg maar waardevast voor je te maken. Mm, toch? Okay. En, dat is, en ik wilde nou ook even het punt raken, ja, van afronden. Vakbond en politiek. En politiek. Is een argument die we vaker horen. En je kan op verschillende manieren er naar kijken. Kan de vakbond en politiek meegaan? Ja, je kan uit de reden de bus springen. Mm. Toch? De vraag is het verstandig? En als je ervan uitgaat, één, je gaat de vakbond gebruiken om namens de zittende regering bijvoorbeeld, ik praat nu gewoon in hypotheticals, je gaat de vakbond, dus je invloed binnen de vakbond gebruiken om ten voordele van de zittende regering dus die groep arbeiders in toom te houden, ja. Dan doe je het niet ten voordele van die groep. Dan ga je buiten je doel, dat is het niet verstandig. Dus nummer twee, als je nu je invloed ook binnen de vakbond wil gaan gebruiken om een mes op keel van de zittende regering, de democratisch gekozen regering, te zetten, dan is het ook niet verstandig. Okay. Maar als je zegt, dat sluit het eigenlijk aan op wat ik eerder zei, als je zegt dat je ervoor gaat om dat wat daar bereikt wordt waardevast te maken, dan denk ik niet dat er een discussie kan bestaan of het kan of niet. Dat is precies daarvoor gaat de SPA. LG Jones, geweldig. Bedankt, de boodschap is duidelijk overgekomen. Ik wens de SPA heel veel succes en jij als jonge politicus succes met hetgeen waarmee je bezig bent. Ja, dank u wel. Dat was het voor deze aflevering van Achter het Nieuws. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende aflevering.